iedereen, welkom terug op Sharon's live kanaal. Vandaag gaan we naar België. We gaan even in België wandelen. Want ja, helaas zijn alle winkels in Nederland dicht. Dus vandaag gaan we even wandelen. Waar ben je dan? Nu in Nederland. Hm? Nu in Nederland. Waar ben je? Nu in Nederland. Oh, oké. Okay. Ja, dus nu zie je zometeen alles. Ook hoe die mall daar is. We gaan naar Wijnegem in België. Ken ik persoonlijk niet. So you guys, I'll keep you updated. Oké, jongens, we zijn nu in de auto. En nu gaan we weg. We gaan vertrekken nu. Zo ja. Oh, een lange trip naar. Ja? Naar België. Ik heb veel geld. Dish, met wat ga je naar de dingen? Naar die winkelcentrum? Geld. Laat mijn geld in. Laat me zien wat u verleggen. Veel geld afgepast. Oké, jongens, we zijn aangekomen in Wijnegem, België. Dit is het. Doet die deur dan dicht? Dit is het, jongens. We gaan wandelen en dan de binnenkant wijzen. Ik weet niet wat we gaan kopen. We gaan dingen voor kerst kopen en zo. Want het is bijna kerst. Almost Christmas. Dit is oma in de bek. We gaan naar winkelcentrum. Sharon heeft zoals altijd nooit zin om te gaan winkelen. Vergeet jullie niet mondkapje. Waar is jouw mondkapje? Hey, ik vind het nog een handje pie. Jij is wc. Laat je uit. Almost Christmas. In België praten ze Nederlands, maar dat wist ik niet. Maar dat is Vlaams, hè? Het lijkt op Nederlands, het is Vlaams. Vlaams? Vlaams. Vlaams? Mm-hmm. Het lijkt op Nederlands. Vlaams? Vlaams. Ja. Wat zeg je? Het is wel toch leuk. Ik ga nog op Vlaams vertellen. Dankjewel. Wat heb je gekregen? Handen. Dingen voor corona. Loop dan, kijk dan. Mag ik kiezen wat ik wil? Nee. Ik ga even een lijstje maken voor de kerstman. Dit is Lego winkel, jongens. Lego winkel. Wat is dat? €49. Is dat veel? Ja. Hoeveel is dat? €49. Maar je hebt toch genoeg geld om te betalen? Laat me zien met welk geld je gaat betalen. Het is net. Laat me zien, wat is het? Net. Laat me zien dan. Het is net. Je kan ermee betalen misschien, laat me zien. Laat me zien. Het is net. Het is net. Je hebt toch genoeg geld om Lego te kopen? Nee, het is net. Wat is het? Het is net. Kom maar, kan je zelf gaan betalen. Dit is die kassa. Achter daar. Mag ik dat zien? Nee, laat me zien wat het is. Hier. Ga maar betalen. Hi. Ja, dankjewel. Moet ik een koosje hebben nodig? Ja, dankjewel. Wat is er? Oké. Ik zal het wel aan jou geven. Voilà. Ik ben hier. Zet er eerst aan. Ziezo, alsjeblieft.
Dank u. Oké, dank u. Hier is groot. Kijk, hier mooie kerstversieringen. Hier is het saai. Net gingen we naar Lego, konden iets van jou zoeken. Mag ik nu ook iets van mezelf kijken? Loop, want je zeurt alleen maar. Het is voor meisjes. Kijk, iedereen gaat kijken hoe je meisjes dingen draagt. Loop. Portemonnee. Huh? Waar portemonnee? We zijn hier in de H&M. Deze H&M is super groot. Hele leuke dingen ook. We moeten naar de kinderafdeling. Dit is, welke portemonnee zie je? Huh? Huh? Welke portemonnee zie je dan? Dit is allemaal voor meisjes. Dit zijn allemaal voor meisjes, pa. Het is allemaal voor meisjes. We gaan naar de kinderafdeling komen. Ja, ik ben de kerstman. We zoeken een portemonnee hier bij de H&M voor die Shiron, maar we kunnen die nog steeds niet vinden. Ik ben echt een idee. En het is heel heen. Je moet niet zeuren, we gaan nu naar de auto je jas zetten. Sharon was hartstikke benauwd. Het is ook echt warm hier. Dus we gaan nu onze tassen zetten en onze jas in de auto. Zoals ik al zei, het heet weinig om hier. Zo is Saskia uitgaan. Kom dan. Trek die jas dan goed aan. We hebben onze jas in de auto gezet omdat het super warm was. Ja. Oké, jongens, ik ga nu make-up kopen bij de Mac. Ze hebben ook Mac toevallig. Wat ga je bij de Mac kopen? Het is make-up, zo heet het merk. Oh. Maar waarom ga je make-up kopen? Omdat ik make-up mooi vind. En ik wil ook iets. Sarah, jij hebt al genoeg dingen gehad. Jij zei dat ik iets ga kopen. Dus je wil make-up zetten als een meisje? Nee. Oké, nee, is goed als je make-up wil zetten. Die eten. Jij hebt het over McDonald's. Ik heb het over Mac make-up store. Mama, maak een foto. Oké, ik maak een foto. Sta mooi dan. Waar is dat filmpje? Wat Kom. Ze hebben ook zo'n ding. We gaan nu met hem. Kom, die Shiro. Huh? Wat is dat? Kom, die Shiro. Die Sharon komt eruit. Doei.
Doei. Ik heb een portemonnee gevonden. We hebben al genoeg dingen gekomen. Kom. Nee. Die Shiro, laat me los. Nee. Dat is hinderlijk. Je luistert niet. Kijk, laat los, je hebt toch je eigen geld. Hou voor op met dat gedwing dingen. Mokka, chocola. Nog meer eten voor jou? Ja, sorry. Dat is voor jou. Wat ga je nemen? Ik neem mokka. Mokka? Ja. Ik heb meer. Ik heb 1,50 cent. Nee, je hebt 1,50 euro. Laat maar zien. Wat staat die jongens? Dit man. Dit man. We moeten helaas buiten eten. Omdat we binnen niet mogen eten. Maar kom. Het is toch dichtbij. Kom. Ja, dus we moeten buiten eten. Het is toch dichtbij. Dus die Shara moet... Het is toch dichtbij, dus ik kom niet te zeuren. Niemand zei dat je bent zeuren. Kom, laten we hier staan, want het is koud buiten. Eet je ijs op. Ik wil niet bij ijs buiten eten. Net is KitKat en we gaan het zien. Op die foto zat ik niet zo bij. Kom. Maar niet zit ik zo bij. Snackbar. Shara zet zijn telefoon. Wat ga je eten? Ik kan wel. Vandaag is een leuke dag. En nu eten we patat in de auto. En we eten zo lekker. En ik heb patat met frikandel. Ja jongens, helaas. We moeten de auto eten. Omdat we nog een eindje moeten rijden. Dat is een hele leuke dag. Ik laat jullie weten wanneer we thuis zijn. Nog 1,5 uur rijden. Iemand is ook helemaal kapot. Je bent moe, hè? Eet eten, dan kan je even een dutje doen in de auto. Thank you for watching, guys.